Het raakt een beetje op de achtergrond, maar nog steeds worden er in Nederland elke dag 41.000 mensen gevaccineerd tegen COVID. De vaccinatiedichtheid is hier extreem hoog, maar er komen ook mensen met een dubbele vaccinatie in het ziekenhuis terecht. Mutaties blijven de grootste uitdaging voor ons. Naast mij staat Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland. Mark, welkom. Goed dat je er bent. Je bent hier al eens eerder te gast geweest. Er zijn veel vragen nog altijd over COVID, veel op social media. Daar hebben we een mooie selectie uit gemaakt. Die gaan we even met jou doornemen. Ja, laat ik meteen beginnen met de CEO van Pfizer. Die was een aantal weken geleden, inmiddels volgens mij 2 weken geleden, op Fox News. En die zei, er komt wellicht een mutatie aan, een variant waarop ons vaccin of vaccins in zijn algemeenheid niet werken. Hoe lang duurt het dan voordat je zoiets kunt aanpassen dat het wel werkt? Nou, ik denk om te beginnen is wel heel goed om te benadrukken dat het huidige vaccin echt nog uitstekend werkt. Ja. Tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname en IC-opname. En dat is uiteindelijk waar je voor tegen laat vaccineren. Precies. Maar mocht het nou zo zijn dat er een mutatie ontstaat waartegen het vaccin niet meer voldoende werkt, dan kunnen we dat aanpassen en voorleggen aan het Europees Medicijnagentschap. Ja. En binnen 95 dagen hopen we dan dat ze toestemming geven om dat nieuwe variant, dus die nieuwe vaccin toe te passen. Dus dat is een kwestie van de samenstelling veranderen. Weten van hoe die mutatie eruit ziet. Ja. En dan kun je weer een soort nieuwe configuratie doen. Zo. Elke variant heeft een bepaalde genetische code. Ja. En die code die zoeken we uit. En dat stoppen we dan in het vaccin. Ja, en dan is het kwestie weer van het goedkeuringsproces doorlopen. Exact. Ja. Er is heel veel discussie over hoe goed vaccins nou beschermen tegen de Delta variant. En op social media zag je die discussie vooral omdat er allemaal data uit Israël kwam. En dan zag je de ziekenhuisopname, die was hoog en die mensen waren allemaal gevaccineerd. Alleen data is natuurlijk multi-interpretabel. Wat is de stand van zaken als je kijkt naar jullie vaccin en hoe het beschermt tegen de Delta variant? Ja. Vaccineren, dat doe je niet om een loopneus te voorkomen. Nee. Vaccineren doe je om ernstige ziekte te voorkomen. En als je kijkt naar ernstige ziekte en naar ziekenhuisopname, laat staan IC-opname, dan zie je dat er nog steeds 95% van alle mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis, die zijn niet gevaccineerd. Ja. En 97% van alle mensen op de IC zijn niet gevaccineerd. Ja. Dus dat geeft aan dat nog steeds de bescherming ook tegen de Delta variant intact is. Ja. Maar als je dan ziet dat op die afdeling, ik pak even Israël erbij omdat die data zoveel gedeeld wordt, dan zie je dat er ook veel gevaccineerde mensen in het ziekenhuis komen. Komt dat dan omdat er gewoon überhaupt veel kwetsbare mensen zijn en waar het tegen een dubbele vaccinatie op een gegeven moment ook niet meer werkt? Moet ik het zo interpreteren? Nou, je moet het zo zien dat de groep gevaccineerden is veel groter dan de groep niet gevaccineerden. Ja. En in die groep gevaccineerden zie je uitzonderlijke gevallen ook dat mensen moeten worden opgenomen. Ja. Ook heel uitzonderlijk wel eens op de IC terechtkomen. Maar eigenlijk nog de sterven aan corona is dan bijna uitgesloten. Dus wat je ziet is dat door die hele grote groep lijkt het toch dat er aardig wat zijn. Maar uiteindelijk is de overgrote meerderheid die in het ziekenhuis terechtkomt, is niet of niet volledig gevaccineerd. Er zijn ook veel vragen over als je gevaccineerd bent of je nou het virus nog door kunt geven. Ja. Is het nou zo dat als je gevaccineerd bent, of laat ik zo zeggen, als je ongevaccineerd bent, komt er een fase waarschijnlijk dat infectie bij je neusholtes daar komt, waardoor je het makkelijk kunt verspreiden. Is dat nou een proces wat gestopt wordt door vaccinatie, of weten we dat nog niet helemaal? Nou, laat ik bij het begin beginnen. Ja? Die Delta variant, dat is wel echt een turbovirus. Ja. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk heel snel je lichaam heel snel heel veel virus aanmaakt. Ja. En daardoor zie je dat ook wanneer je gevaccineerd bent, dat je toch virusmateriaal in je neus en in je keelholte hebt. Ja. Maar de kans dat je ziek wordt is veel kleiner. Dus dat je gaat hoesten is veel kleiner. Dat je iemand aanhoest is veel kleiner. En ook wanneer je gevaccineerd bent, dan zien we dat de hoeveelheid virus veel sneller daalt in je neus en je keel. Dus die piek is korter. Veel korter. Als je gevaccineerd bent. Dus de aanname op dit moment is dat, ja, je draagt virus bij je, maar de kans dat je iemand anders daarmee besmet is veel kleiner. Ja, de teneur op dit moment is dat veel landen zeggen van alleen vaccineren is niet genoeg. Je moet aanvullende maatregelen blijven handhaven. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, vaccinatie is echt zonder enige twijfel de snelste manier om van de coronamaatregelen af te komen. Ja. En dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Ja. Geen mondkapjes meer, geen afstand houden, geen testbeleid. Maar we zien dat veel landen nog en hebben. Ja, nou, dus, en wat we zien is dat eigenlijk de huidige vaccins uitstekend werken. Maar desondanks zijn we ook bezig als farmaceutische sector met andere oplossingen. Ja. Dat is dan meer in de behandeling van
corona. Maar als je het eenmaal echt hebt. Ja, en dat hebben we dan bijvoorbeeld door antilichaamtherapie. Ja. Of door geneesmiddelen die de vermenigvuldiging van het virus remmen. Ja. En daardoor geef je eigenlijk het lichaam een goede kans om het virus op te ruimen. En dat is iets wat er nog aan zit te komen. Dat zit nog in de ontwikkelingsfase. Ja, maar daar verwacht ik wel op korte termijn alweer nieuws over. Dus dat gaat nog voor het eind van het jaar gaat dat spelen. En dat is iets wat dan altijd naast vaccineren blijft bestaan. Want er zijn natuurlijk ook mensen die willen niet gevaccineerd worden. Ja. En die kunnen dan dat soort middelen krijgen als ze ziek worden. Nou, eigenlijk zou ik zeggen, van als je nog niet gevaccineerd bent, laat je dan vaccineren. Want voorkomen is echt veel beter dan genezen. Ja. Ja. Maar er is ook een grote groep, zo'n 700.000 mensen in Nederland, die zich wel heeft laten vaccineren, maar waarbij het onvoldoende werkt. Ja. En juist voor die mensen is dan die antilichaamtherapie of de virusremmers zijn echt een oplossing. Het boostershot. Sommige landen die zijn nou helemaal rond, die gaan er al voor. Dat verschilt per land. Waarin gaat een derde prik nou meer helpen dan als je al twee prikken hebt? Nou, we hebben gezien dat de immuunreactie langzaam maar zeker afneemt. Ja. En die booster, dat geeft eigenlijk het immuunsysteem een zetje. En dat zetje zorgt ervoor dat er meer antilichamen worden aangemaakt. Met name bij ouderen zien we tot wel 10, 11 keer meer antilichamen dan wanneer je maar twee prikken hebt. Ja. En die antilichamen zorgen ervoor dat je ook wanneer je geïnfecteerd raakt, dat je onmiddellijk die antilichamen het virus kunnen neutraliseren. Ja, maar krijg je daarmee niet dat het boostershot toch een soort van, net als de griepprik, gewoon iets is wat dan terug gaat komen, omdat je elke keer naar een bepaald level moet spuiten? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Nee. Het kan ook heel goed zijn dat die derde prik voldoende is. Ja. Het kan ook best zijn dat we moeten gaan differentiëren. Dat we de ene groep anders moeten gaan behandelen dan de andere. We weten bijvoorbeeld bij ouderen werkt het immuunsysteem niet zo goed. Nee. En kan best zijn dat je om het jaar of om de paar jaar een extra prik nodig hebt. Maar bij jongeren helemaal niet. Dat moeten we echt, dat zijn we nu nog aan het uitzoeken. Die kennis moet allemaal komen. Ja. In Amerika is door de FDA, dat is de Amerikaanse medicijnagentschap die erover gaat van de overheid, is het vaccin, het Pfizer-vaccin, definitief goedgekeurd. Ja. Daardoor heb je altijd discussie op social media van, oh, het is dus tot nu toe nog experimenteel geweest. Maar wat we begrijpen, er is een tijdelijke vergunning totdat er een moment komt dat die definitief wordt. Dat is in Europa nog niet zo ver, begrijp ik. Wij moeten dat nog doen. Het feit dat mensen dan zeggen van ja, het is nog experimenteel tot die tijd. Leg eens uit, hoe zit dat dan? Dat zijn eigenlijk twee verschillende systemen, in Amerika en Europa. Eigenlijk lagen we in Europa voorop. Wat we in Europa hebben gedaan, we hebben alle data die we hadden, hebben we aan de Europese Medicijnagentschap gegeven. Ja. En die hebben gekeken naar de effectiviteit en de veiligheid. En op basis daarvan hebben ze een goedkeuring gegeven. Ja. Maar er was nog wel de wens van, joh, doe nou extra, lever alsjeblieft extra data aan voor hele specifieke groepen. Zoals zwangeren, kinderen of mensen met een immuunsysteem wat minder goed werkt. Nou, in dat proces zijn we nu. En binnenkort hebben we al die wensen voldaan. En is het een gewoon volkomen goedkeuring met alle toeters en bellen. Dus de data moet dan aangevuld worden met groepen die in het begin vanwege de snelheid zijn overgeslagen? Niet overgeslagen. Dus eigenlijk dat doe je eigenlijk wel altijd. Je fase 3 programma, je klinische onderzoek, dat doe je bij gezonde vrijwilligers. En naar de hand kijk je dan naar specifieke groepen. Ja. En dat wil je ook weten. En dat hebben we nu in grote mate al voldaan. En dat gaat de goede kant op. Er is kritiek dat Pfizer, maar ook jullie concurrent Moderna, op een gegeven moment de prijzen hebben verhoogd. En daarmee krijg je nou natuurlijk weer dat tegenstanders, kritiekers zeggen van, zie je, Big Pharma, die jij dan nu even vertegenwoordigt, dat ze het doen voor het geld. Waarom wordt dan op een gegeven moment zo'n prijs verhoogd? Nou, als bedrijf, als farmaceutisch bedrijf, en Pfizer is er één van, heb je twee verantwoordelijkheden. Ja. Ten eerste is dat we innovatief zijn en nieuwe geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen voor de maatschappij. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders toe. Dat zijn de eigenaren van ons bedrijf. Ja, die moeten we ook tevreden houden. En het vinden van die balans tussen die twee, ja, dat is eigenlijk een continue proces. Ja. En ja, laat ieder daar zijn mening over hebben. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat we in staat zijn geweest als sector om heel snel heel veel vaccins te leveren. En ik denk dat daar het uiteindelijk om draait. Als we daar naar zo'n prijsverhoging kijken en we kijken naar arme landen. Hè, de rijkere landen lopen voor op vaccineren, simpelweg omdat ze meer geld hebben en beter georganiseerd zijn. Hoe kunnen we nou zorgen dat die arme landen ook op dat niveau komen? Ja, dan kan ik alleen maar spreken van wat wij doen als bedrijf. Wij leveren 1 miljard doses dit jaar al aan midden- en lage inkomenslanden tegen een gereduceerd tarief of tegen kostprijs. Ja. En doen we volgend jaar nog een keer.
Aha. En daarbovenop hebben we nu ook fabrieken, die gaan we openen in zowel Zuid-Afrika als in Brazilië. En die gaan vaccin maken alleen maar voor Afrika en alleen maar voor Zuid-Amerika. En daar gaan we in 2022 mee starten. En dat is hetzelfde vaccin wat iedereen hetzelfde krijgt? Hetzelfde vaccin, ja, exact hetzelfde. Oké. Okay. Ja. Zwangeren, wel of niet vaccineren? Wat kun je daarover zeggen? Nou, ik heb ook nog een achtergrond in de gynaecologie en verloskunde. En ja, voor mij is daar geen enkele twijfel over mogelijk. Nee. Het vaccin is veilig, zowel voor moeder als ongeboren kind. Het probleem is daarentegen dat als je een corona-infectie krijgt als zwangere, heb je een veel grotere kans dat je moet worden opgenomen of zelfs moet worden beademd op de IC. Ja. En ook als gevolg daarvan dat er vroeggeboortes optreden. Dus de beste keuze als je zwanger bent of zwanger wilt worden, nou, ik zou bijna zeggen, in vredesnaam laat je vaccineren. Ja. Want de ellende is niet te overzien. Want er is angst voor mensen van, ja, ik weet niet wat het vaccin, wat relatief nieuw is, voor een ongeboren kind betekent. Ja. Zijn dat processen in het lichaam, dat is allemaal ontzettend complex. Zijn dat processen die bij elkaar komen? Of is dat iets wat gewoon de moeder draagt en voor het kind niet geldt? Ja, wat je vaak hoort is toch van, ja, maar dat weet ik niet precies. En dat messenger RNA, dat is genetisch materiaal, komt dat dan niet in de cel terecht? Ja. Het komt wel in de cel terecht, maar niet in de celkern. Nee. In die celkern, daar zit het DNA van je kind. En dan komt dat messenger RNA komt daar absoluut niet in de buurt. Okay. Dus daar is geen enkele twijfel over. Er is ook aangetoond dat er geen aangeboren afwijkingen of andere vroeggeboortse wat dan ook optreedt door vaccinatie. Sterker nog, dus juist niet. Nee. Het is echt de beste keuze om je te laten vaccineren als je zwanger bent of zwanger wilt worden. Tot slot, vaccinatiedwang. De actualiteit wordt steeds, zien we steeds meer opduiken. En leaseplan gaat het verplichten in Nederland. Techbedrijven zoals Netflix, de Nederlandse tak, was het al verplicht. Althans, anders moet je thuiswerken. Griekenland heeft nu gezegd, al onze gezondheidszorg medewerkers is verplicht. In Frankrijk is die discussie al heel lang aan de gang. Nou werk jij bij de producent van een vaccin, wat het natuurlijk prima maakt als mensen dan gevaccineerd worden. Zo is het nou helemaal. Maar het is wel een heel vervelend juridisch punt. Wat is jouw visie daarop? Dat is mijn persoonlijke visie. Ja? Ik geloof niet in drang. Nee. En ook niet in dwang. Nee. Dus al helemaal niet in dwang. Dus wat dat betreft denk ik echt dat mensen moeten zelf in staat zijn om de informatie tot zich te nemen en te beslissen of ze wel of niet worden gevaccineerd. Ja. Maar wat je wel krijgt is dat omdat er natuurlijk steeds meer mensen gevaccineerd worden en iedereen van de coronamaatregelen af wil. En de snelste route om daar te komen is om je te laten vaccineren. Dus er zal een bepaalde druk komen vanuit de maatschappij om dat toch te overwegen. Mark Kaptein, dankjewel dat je hier weer aanwezig wilde zijn. Bedankt. Graag gedaan.